Er wordt wel gezegd van de Rabobank moet meebetalen. De Rabobank is onze grootste hypotheekverstrekker, bij mijn weten. Ja. Dus dat, dat zou wel meevallen. Ja. Die ING ook... is sowieso groter, toch? Geen idee. Dat zou ik niet durven ja. zeggen. Nou ja, de, de sector in, in, in de Verenigde Staten, die... Uh, je maakt een winderige indruk, eerlijk gezegd. Ja, nou, dat is op zich nog wel een ja, interessante indruk. Want de Silicon Valley Bank, die, is wel, uh, die, die bestaat volgens mij niet meer, maar is wel gered. Hè? Of In ieder geval, dat wordt overgenomen door, uh, door een andere nou, bank. Nou, de, de investeerders krijgen hun geld niet terug, begreep ik, van Biden. En, de, en, en je geld... Uh, je spaargeld? In, uh, de spaargeld krijg je ja, wel terug. Precies, en er was een bedrijf uit Leiden, die had daar miljoenen staan, schijnbaar. Dus die waren natuurlijk al opgelucht. Je ziet nu wel een andere reactie dan toen tijdens de bankencrisis. Hè? Dat de overheden en ook de centrale banken. Onmiddellijk instappen, ja. ja. Zodat je geen besmettingsgevaar krijgt bij andere banken. Nee, omdat ik begrijp dat ook alle andere banken er niet erg fris voor stonden. Nou ken ik al die namen niet van die kleinere Amerikaanse banken. Want je hebt natuurlijk in Amerika. we hebben niet, we hebben niet een heel systeem van kleinere banken. Hoewel, we hebben onze grote banken. We hebben de Binkbank. Bank. Ja, de Liesplan Bank. Oh, kijk. Bunk heb je. Bunk? Bink? Bunk? <laughs> dat is Bink toch... en bunk, begrijp bunk, Knap heb je, maar dat is dan weer van Egon. En dat wordt weer door ASR overgenomen. Oh. Je hebt er toch wel genoeg, hoor. Oh, dat zijn allemaal kleine banken, toch? Ja. Alleen heb je volgens mij, is het in Europa wel nog strenger geregeld dan in Amerika? Want Trump heeft schijnbaar weer op een gegeven moment die regels weer wat versoepeld, hè, voor die banken. En Trump heeft schijnbaar alle regels <laughs> versoepeld met hele vervelende gevolgen. hm nog Even over die bankencrisis. Het uh, ja, is maar afwachten wat dat nu gaat geven. Of dat, of dat anders is dan ja, toen. Ja, maar... het was toch zorgelijk. Ja, ik heb het stukje nog niet gelezen. Maar het, het was toch. Uh, bij de meerdere van die, van die banken. Ja, noemt de kou, kou is stukje. nog niet uit de lucht. Dat wordt een beetje het sentiment. Zo, precies. De kou is nog helemaal niet uit maar, de lucht. Als hier dus wel een andere reactie nu bij de overheden. Ja, maar ik geloof dat ook met name die aangehouden reserves dat dat veel beter is dan in 2007, 2008. In ieder geval in Europa. Ja. ja.